wij appen best wel veel. Ja. Of bellen af en toe. Ja. Maar hij kent ook natuurlijk heel veel mensen die ik dan weer ken. Maar hij is gewoon. Hij zegt wat hij denkt, daar hou ik al van. Hij ja. is geen heilig of zo. Nee, okay, klopt. Als hij iets ja. vindt, dan zegt klopt. Hij het gewoon. Klopt. En dat vind ik wel hard. Wat een gentleman, Joël. Deur open voor je vrouw. Wel. Jij hebt hem zeker zo opgevoed. Daarom, ik heb hem gevoed. Echt? De. Goed gedaan. Goed gedaan, hè? Echt een man jij. Ja, zeker. Ik doe het ook altijd. Ja, wat toch ook? Ja, tuurlijk. Altijd? Ja. Ik heb zoveel vrouwen in de auto. Nee. Maar ik leer dat ook aan mijn dochter. Oh. Als zij ooit een vriend krijgt. Dat de man dat ook voor haar natuurlijk, papa doet. Natuurlijk, papa moet een hoge standaard zetten voor, ja, voor de man. Ja, maar toen ik een vriendin had, deed ik het ook vaak hoor. Ja, maar heel vaak, kijk jullie zijn lang bij elkaar, maar heel vaak denken ze, oh hij wil wat van me. Ja. Als je in het begin een beetje dat doet, zeg maar. Ja. Dat is wel makkelijk, denk ik. Maar hoe is het met jullie? Ja? Wil je niet in het midden zitten? Ja. Want dan... Dan zien ze jou. Dan zien ze jou ook. Ja, toch? Met al niet de grootste. Als ik denk... Maar goed, uit Enschede. Enschede, ja, een stuk rijden hier naartoe, hè? Jeetje. Maar komen jullie nooit vaak in de buurt? Almere eigenlijk niet. Nee? Nee, deze kant niet. Nee, ja, vaak in Amsterdam. Rotterdam ook wel eens. Ja. Een paar samenwerkingen van haar met make-up dingen. Oh. Almere eigenlijk niet, man. Oké. Okay. Hoe is Almere dan? Is van tokjes tot heikeles. Is van alles nog wat hier, man. Ja, maar ja, ik doe ook niet heel veel hier in Almere. Ik heb hier een zaak, een vernaasende zaak, de zit. Maar je woont gewoon in Almere ook? Ja, klopt, ja. Altijd gewoon? Ja. Ja. De dingen van... Het licht in de auto. Dit is toch je nieuwe auto? Ja, het is mijn nieuwe auto, ja. Gefeliciteerd, man. Thanks. Goed uit. Dank. Sony moet ik ook halen, toch, schat? Nee, ik wil Range Rover. Range Rover? Oh, laatst was het nog Mercedes. Ik wil een hoge. Ja, dat is ook wel mooi. Maar stel je staat nu naast iemand met, bij stoplicht en iemand heeft een hoge auto, dan kijk je zo naar boven. Maar ik wil diegene zijn die naar beneden kijkt. Je kan ook die Maserati Lefant halen, zit ook hoog. Oh, die Maserati, ja. Lefant, zijn ook niet zo duur. Nee, zijn er niet veel van? Hoor. Nee, maar dat is mooi, daar ben je exclusief. Mm-hmm. Dus. Ja, iedereen heeft die hoge Mercedes of BMW, maar ja, Maserati zie je niet vaak. Nee. Die lagen ook niet trouwens. Ja. Je hebt toch ook een Maserati? Gehad, ja, die Ghibli. Ja. Maar die had 2,5 ton gelopen. Ja, toen dacht ik, het is nu wel tijd om tijd weg te doen. Is. Ja, klopt, ja. Maar leuk dat jullie er zijn. Ja, natuurlijk. Leuk dat we mochten komen. Ja. Ik kreeg heel veel berichtjes. Ja? Ja. Ja, zeg ze, oh, dat zijn die leuke stellen. Veel over jou dat je boos kijkt. Ja, dat is voor mijn blik. Ja, maar ja, ja, de ene zo, de andere zo. Maar ja, dit is het ding. We krijgen wel veel leuke reacties. Ja, zij dan dat ze veel boos kijkt. Mensen denken dat ze ook alleen maar boos is. Maar ja, ze lacht wel heel veel. Ja, maar dat is goed. Ik heb heel veel botox in mijn gezicht gespoten dat ik gewoon niet kan lachen. Ah. Maar ik heb nog nooit iets aan mijn gezicht laten doen. Oh. Dus het is heel... Oké. Okay. Maar woon je lang in Enschede? Allebei geboren daar. Ja? Oké. Okay. We wonen sinds januari, wonen we ook samen. Oh, leuk. Dat is ook alweer een tijd, ja. En hoe bevalt het, samen wonen? Ja, ik merk echt geen verschil. Wij woonden hiervoor al samen. We gingen na een week of twee, gingen we al samen wonen bij mijn vader. Ja. Dus het is zo snel gegaan en eigenlijk... Ja, je hebt gewoon meer je privacy en zo, dat is fijn. Ja, klopt, maar, ja. Ja, heel veel mensen zeggen van, samenwonen, test je relatie en zo, en dat zal wennen, maar ik heb daar echt geen last van gehad, gewoon. Nee, maar ja, dan heb je gewoon een goede klik samen. Ja, dan werkt het gewoon. Ja. Het is niet dat je een beetje af en toe irritatie hebt dat hij niet de dop van de tandpasta erop draait of iets. Want we zijn allebei... Of zijn sok hier en daar ligt. Ja, dat was, ja. Ja?
De was wel. Ja. Ik doe mijn kleren uit. Deze man liet zich uit van de deur. Ligt daar in één keer een sok en dan een shirtje op de trap en dan een broek boven. En dan op zolder ligt er in één keer zo'n horloge. En je weet gewoon helemaal waar hij is geweest. Ik hoef niet te vragen wat hij vandaag gedaan. Ik kan gewoon zien waar hij allemaal is geweest. En dan schreeuwt ze. Ja, dan wel schreeuwen, ja. Oh, spullen leg je, de was, drie wasmanden boven liggen. Makkelijk om erin te doen, toch? Oké. Okay. Kom goed. En de baby's komen eraan of niet? Nou, nog niet, toch? Kijk, de lachen. Ja, zij wel heel graag. Ja? Ik wil eerst trouwen. Oké. Okay. Dus dat moet nog eerst. En wil jij ook trouwen? Ik wil ook wel trouwen. Oké. Okay. Ja, maar we zijn nu een tijdje samen en ook omdat, er komt nou nog veel op ons af. Ja, snap ik, ja. Het programma gedaan. Ja. Ik zeg, eerst daar nog weer van genieten en dan gaan we van over trouwen kinderen. Ja, ja. Maar hoe lang zijn jullie echt bij elkaar? Hoe lang nou? Een jaar en 7 maanden. Oké. Dat valt ook nog best wel mee, hoor. En jij bent Hindoestaans, toch? Ah, hou op! Waar ben je van afkomst? Wat is je afkomst dan? Mijn moeder is Spaans en Bengaals. Hoe, sorry? Spaans en Bengaals. Oké. Heel aparte mix. En jij? Niet vaak. Mijn moeder is Indisch, een half Indisch. Oh ja, dat zag ik wel. Ja. Ja, dat is wel voorbij gekomen. Dus dat wordt een hele mengelmoes als er een kleine komt. Ja. Ja. Ja, mooi toch? Veel door elkaar. Ja. En waar hebben we elkaar leren kennen? Ja, ik kende hem. In de club of zo, ja, toch? In Index, maar ik kende hem al van zeg maar, een oude vriendin van mij. Hij is daar het achterneefje van. Ja. Dus hij zei toen tegen mij: kijk, dit is mijn achterneefje, maar toen had ik zelf nog. Contact met iemand anders. Ja. Dus ja, toen hadden we, en hij ook, dus we hadden niet echt contact met elkaar, maar we wisten wel wie we waren, zeg maar. Ah. Toen ging het uit en met zijn, waar hij mee wist, was ook. Ja. En toen ging hij mij volgen en toen ging ik hem terugvolgen, maar ik volgde echt maar 80 mensen. Dus hij dacht van, oké, zij volgt mij wel terug, maar ik wist al lang wie hij was. Toch? Toen was je happy. Toen dacht ik al, ja. Toen dacht ik, yes. Maar zij had toen, die periode was nog lang voor Temptation. Ja. Had ze al iets van 16.000 volgers. Oké. Okay. Ik heb op mijn Insta, ik had er toen een paar honderd. Ja. Gewoon volg me terug. Ik denk gewoon, oké, dat is... stap 1 is gezet. Ja. Zo. Die heeft haast. Oké. Okay. En toen ging je hem berichten. Hij ging mij... Nee, tuurlijk niet. Volgens mij wel. Ja, hou op. Volgens mij wel, hoor. Hij ging mij DM'en. Oké. Okay. Maar nee, goed, normaal. Hij reageerde op alles wat ik... Ja. Hij reageerde dan. Ja? Hoos af. Ah, jij reageerde. Mag klappen. Hij reageerde om mee, vooral, maar gewoon normaal. Niet met hartjes oog, maar gewoon van... Oh, is het lekker? Daar was ik uit eten geweest. En dan had ik gevraagd, was het lekker? Dan zeg ik, ja. Moest je echt hier gaan een keer en zo. Gewoon, waren een normaal gesprek. Ja. En op een gegeven moment zei ik, had ik mijn snap op mijn Insta vooral gegooid, maar speciaal voor hem. Ja. Want ik wou niet dat andere mensen me toe gingen voegen. Dus ik had vooral uitgeschakeld voor iedereen, behalve voor hem. Ja. Daar was ik echt een uur mee bezig geweest, want ik had best wel veel volgers. Dus ik had het gewoon privé gegooid en alleen zodat hij dat zag. Oh. En zo had hij dat gezien. Toen heb ik het daarna, echt 5 minuten daarna ook weer afgehaald. Alsof ik niet opviel. Ja, viel nog op. Nee, die Snapchat stond op haar verhaal, dus ik vroeg die Snapchat toe. Kijk je op haar verhaal, is die Snapchat weg. Ik denk, oké. Oké. Ja, ik word niet zo dan tactisch. Dan moet hij voor mij zeggen. En toen, het is goed gekomen, toch? Ja, en jullie hebben die test doorstaan. Temptation Island. Ja, zware geen test. Trauma overgaan, aangehouden? Nee. Het is wel, als je daar zit, het is wel heel psychisch. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Ze proberen wel echt. Het is net als een ondervraging, zeg maar. Ja. Elke dag. Ja, elke ja. Ochtend, middag, avond heb je dan even weer. Dus die beelden die je apart ziet. Als je alleen wordt geïnterviewd, is dan echt gewoon. Ja, dat is soms wel gewoon een uur lang dat ze dan gaan vragen van ja, met wie heb je een klik? En als je geen relatie met Chanta had, waarom? Zou zij dan iemand voor jou zijn? Ja. Dus constant dat je dan dingen gaat zeggen van oh, dat kan verkeerd overkomen. Ja, klopt. Zo'n vraag van ja. Als je geen relatie met Chanta zou hebben, zou je dan met noem maar eentje een relatie kunnen hebben? En dan zeg je eens nee. En dan, maar als ze dit en dit dan heeft. Ja. En je zegt ja, dan zou ik wel een relatie met haar kunnen hebben. Ja. Dan krijgt zij opeens een beeld van ik zou met haar wel een relatie kunnen hebben. Dat is een mindfuck ding, hè? Ja, kijk, de eerste paar dagen valt het dan mee, weet je wel. Ja. Je bent dan net, denk ik, oké. Ze proberen een beetje je zo neer te zetten, zulke dingen in je mond te leggen. Maar hoe verder je gaat in dat programma, na 8 dagen, ja, dan denk je van, oh, helemaal van awesome. Die kan je echt leuk vinden. Huh? Die Ali, hè? Ik, hè? Ja. Ach,
Ah, er is niks mis mee als je maar klik kan hebben, maar... Ik heb nog nooit een fatsoenlijk gesprek met Ali gevoerd. Nee, oké. Okay. Nog nooit. Ik had zeg maar betere gesprekken met Chavoyer en Ray en... Quincy ook wel af en toe. Ja. Jesse, ik was heel goed met Jesse. Maar dat is allemaal niet uitgezonden, maar dat was vriendschappelijk. Maar daar had ik betere gesprekken mee dan met Ali. Oké. Okay. Met Ali was gewoon heel oppervlakkig. Ja, want die zag het wel dat tijdens de uitzending. Dat zag je wel. Klopt, dat viel echt... Nee. Oké. Okay. Maar ja, dat probeer ze natuurlijk ook van... Ja, kijk, ik word daar gek van als ik al heel tijd met eentje zie. Kijk, als ik al nou met 4, 5 man de hele tijd zit te praten... Dan denk ik van, oh, dat is even gewoon gezellig. Maar gefocust op eentje. Ja. Dan denk je ook van... Oh, die hadden we allebei een soort van jaloers, hè? Ja. Vooral, ja. Zij wel erger dan ik. Ja, 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 ja. Nou. Niet dan? Nee. Niet? Nee, dat is op zich niet erg. Als het maar een beetje gezonde jaloezie is, toch? Ja, je houdt gewoon heel veel van mij. Dat is het, toch? Ja, het is echte liefde. Ja. Toch? Nou, dat is mooi, toch? Ja, dan ben je jaloers in een relatie. Wat zeg je? Ben jij jaloers in een relatie? Ja, tuurlijk. Ja, ik denk, als jij niet... een gezonde jaloezie hebt in je relatie, ja, dan geef je niet om die persoon. Ja. Dan heb je geen liefde voor die persoon. Nee. Ja. Tuurlijk, dat is juist toch alleen maar mooi, want dan laat je ook zien van, hé, ik geef echt om, ja. Dat is juist mooi. Ja, bij ons werd er toen zo'n heel groot ding over gemaakt en dat we heel jaloers waren en heel veel regels hadden. Ja. Terwijl ja, onze regels waren, wat? Ja, niet bij een vrouw in bed slapen, dat doe je in Nederland ook niet. Nee, nou ja, ik mag de rol bed als je een feestje heeft, dat je ook niet bij een vrouw in bed gaat slapen, hè? Ja. Ja, niet als iemand een vrouw zeg maar, tegen je kont aan gaat schudden dat je daarbij staat. Geef je grenzen aan, want dat doe je niet. Ja. Doet hij een index, doet hij dat ook niet. Gewoon zulke dingen, maar bij ons altijd als regels opgeschreven. Dat zijn precies dezelfde dingen. Hè. Ja. Maar ja, niet zoenen met iemand anders. Ja, 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 maar dat is wel regel, dat is toch gewoon vrij normaal. Normaal, normaal. Maar hoe kwam jullie op het idee om daar aan mee te doen? Ja, dat was mijn idee. Dat was eigen. Vertel maar waarom dat jouw idee was. Nou kijk, ik dacht gewoon van... dat, kijk, hij zegt altijd zo stoer. Wij keken altijd, wij keken Temptation samen. Ja. Hij zat zo stoer van, nou, ach, haal ik makkelijk dit dat. Maar ik weet niet, ik had toch wel wantrouwen een beetje. Ja. Dacht, hij heeft je dacht, mooi boy, wat moet hij met mij? Ja. Ik kan zoveel vrouwen krijgen. Ja, al die vrouwen kijken naar hem. Gewoon een kies jongetje geweest dat zijn. Is jongetje wat netjes. Een kies geweest. Dus ik dacht, ja, laat mij even eerst bewijs dat en dan kijken. Dus ik dacht, ik ga me gewoon aanmelden, wat dat niet gekost. Want toen had ik gewoon een mail, toen had hij die mail verwijderd. Omdat hij echt niet meer wou doen. Ik ben op weg, ik krijg een mail van Temptation Island. Ja. Bedankt voor je aanmelding, accepteren. Ik denk, ik ga niet accepteren, dus ik heb die mail verwijderd. We hebben daarna niks meer over gehoord. Ja. En toen na een paar weken werd zij opeens gebeld. Van, jullie aanmelden, jullie zijn er doorgekomen, Temptation wil graag in gesprek met jullie komen om te kijken of de match is. Ja. Ik zeg, oh, dat kan toch niet? Ik zeg, ik heb die mail verwijderd, hoe kan dat nou? ik weet niet, zijn er toch doorgekomen? Ik zeg, oké, we gaan wel gewoon een gesprek aan. Ik denk, wat is de kans nou dat wij mee gaan doen? Er zullen zoveel mensen zijn die zich aanmelden. Nou, eerste gesprek gaat goed. Tweede gesprek daar op locatie met al een grote camera in je gezicht. Echt een interview gedaan daar. Ja. Nou, ook akkoord. Ik denk, gaat wel heel ver. En toen was nog één ding, moesten we een psychologische test doen. Ja? Ik denk, psychologische test. We zijn allebei gek, dat gaat niet goed. Apart van elkaar. Nou, psychologische test, ja, groen licht. Jullie mogen meedoen. Maar hoe gaat het, dat psychologische testen dan? Nee, ja, dan heb je met een psycholoog en dan gaan ze vragen stellen of je trauma's, of je het dan wel aan kan, of je om kan gaan met haat na het programma. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Als ze merken dat je daar heel vatbaar voor bent, dan ben je er niet doorheen. En je jaloezie. Word je gek, word je agressief als iemand. Als hij bijvoorbeeld iets doet, ga je dingen doen. Ga je jezelf verschut zetten op tv. Reageer je te snel uit emotie, waardoor je gewoon heel veel haat kan krijgen. Dat soort dingen, dat check ze allemaal. Okay. En ik dacht, ik ga het niet halen. Mooi man. Maar uiteindelijk wel. Ja. Echt zitten mooi. We daar opeens. Ja. Zou je meedoen? Ik heb het vroeger ook gehad met mijn ex. Toen ik 5 jaar met haar ging, zei ik, we gaan het ook wel halen. Ja. Maar ja, ik weet het niet. Je moet wel in een stabiele relatie zitten, denk ik. En dat is belangrijk. Snap je? Want als jij, denk ik, net in een jaar, anderhalf jaar relatie zit en het is... En dan ga je erin, dan vraag je erom, denk ik. Dan weet je dat het niet goed kan gaan. Klopt.
En meestal zoeken ze ook zulke stellen, maar... Ja, klopt. Niet, en dat is makkelijker dan dat ze dan... Ja. Dan en meestal stellen hebben ook wel echt problemen. Ja. En dan gaan ze meedoen en dan vind je iemand die problemen niet heeft. Of tenminste zo lijkt het. Maar bij ons was het gewoon de jaloezie. Ja. Waardoor ze dachten van, oké, jullie zijn beide jaloers. Ja. Dus dat kan... Ja, meestal mensen zien jaloezie als iets negatiefs. Dus dat gaat dan mis, denken ze vaak. Klopt. Dus ja, wij kwamen daar ook en iedereen waarschuwde ons van, je moet die jaloezie aan de kant zetten, dat gaat mis. Maar wij waren elke keer het koppel die elk beeld gewoon steady was, zeg maar. Ja. Kijk, ik vond bepaalde dingen niet leuk, maar als je keek naar de beelden van de anderen, dan dacht ik wel, dat ik in mijn bed lag, dacht ik van, oké, iemand heeft zijn schouder aangeraakt. Maar die zegt dat hij de andere, dat hij een echtscheiding wil. Dus ja, hoe erg heb ik het, zeg maar. Ja. Dus, Maar ik dacht dat jullie echt uit elkaar zouden gaan. Ja? Dat dacht ik echt. Jij jaloers. En ik dacht dit. Ja. En net pas bij elkaar. Ik dacht, nou, dat gaat echt niet goed. Ja, heel veel. Want waarom? Want dan ga je echt dingen door je hoofd heen halen. Ja, dat was het wel. Is dat s'avonds? Maar het ergste is daar s'avonds. Want s'avonds, je gaat dan, je hebt gedronken. Tenminste, ik ga drinken dan. Zij drinkt niet. Maar je gaat drinken, je bent aan het feesten. Je gaat s'avonds dan naar bed. En dan is het stil. Je hebt niet je telefoon, je kan niet bellen. Dus ja. Je ligt gewoon daar in bed te wachten tot je in slaap valt. Yeah. Maar dan ga je nadenken. Denk je van, wat heeft zij nou deze avond gedaan? Fucked up. Ja, je spreekt daar niet. Normaal van, waarom heb je niet? Ja. Maar dat kan ook niet. Nee. Dus ik denk van, straks heeft ze daar wel leuk. Straks is ze daar toch wel met iemand. Ja. Heeft ze een klik. En dan word je wakker en dan begint je dag dan weer. Wel 's ochtends vroeg weer met die gesprekken. Ja, wat nou als Shanta daar iemand beter vindt? Ik vind, als dat gebeurt, en dan blijf je malen. Mindfuck. En dan, elke dag, dus dat stapelt ook eens op. Klopt. Dus je moet echt sterk en overtuigd zijn van je relatie. Als en dat is heel moeilijk als je al zo korte relatie hebt, want we hadden echt wel een korte relatie. Ja, En we waren elke dag samen, we deden alles samen. Als hij op werk was, appten we continu. Als ik op werk was, we samen naar de winkel. We waren continu samen uitgaan, dus we wisten ook niet of we wel echt... waren hoe we zeiden dat we waren zonder elkaar, omdat we dat nog nooit hebben gezien. Dus dat was het ook. In één keer kreeg je beelden van hem met 10 meiden om zich heen met drank op en dan zonder jou. Dus je bent gewoon heel erg bang voor wat je gaat zien, omdat je het anders kent. Ja, ik kan wel zeggen, ik ben heel altijd netjes. Maar dan maar ik heb je op het eerste beeld dat ik helemaal gek ga doen. Ja, dat ben je ook gedaan. Dat komt zo vaak voor. Hè? Dat mensen doen alsof ze op één lijn zitten. En dan wanneer ze alleen weggaan, dat het totaal anders blijkt te zijn. Dat hij toch wel leuk vindt, die aandacht en zo. Daar was ik heel bang voor. Omdat ik dacht, is het te mooi om waar te zijn dat ik een jongen heb gevonden die net zo jaloers is als mij. Die op één lijn zit vanaf het begin. We hebben ook nooit ruzies gehad of discussies gehad. Ja, kleine discussies, maar niet. Ja, ja. Ruzie. Ik dacht, dat kan niet. Ik ben zo jaloers. Ik ben zo eigenlijk gek. Dat kan toch niet iemand zijn die dat ook zo is? Die ook gek is. Dat dacht ik gewoon. Ik denk, dat kan niet. Dat kan niet. Nou, je hebt je match. Ja. Dat is mooi, toch? Ja, daar zijn we heel blij mee. Dat is ook mooi om te horen. We horen dat ook van heel veel anderen. Want in het begin was het ook van, heb jullie jaloezie? Ja, ik weet niet of jullie relatie gaat werken. Maar dan heb je meegedaan aan het programma. Je hebt interviews gehad. Dus dat heeft doorstaan en... kan niemand meer wat zeggen. Er zijn heel veel reacties van mensen die ook heel jaloers zijn. Die zeggen van, jullie hebben echt bewezen dat als je op één lijn zit en de communicatie goed is, dat je heel ver kan komen. Klopt. Ook als je jaloers bent. Nee, klopt. Kijk, het werkt niet. Als hij niet jaloers is, het zal niet. En ik ben heel erg jaloers. Ja. Dat werkt niet. Dat was met Lester en Miriam. Ja. Lester is helemaal niet jaloers. En Miriam is heel jaloers. Dat gaat botsen. Dat kan niet. Ja, klopt. Daar kan je vanaf het begin eigenlijk al beter mee kappen dan. Ja. Daarom waren wij vanaf het begin ook meteen eerlijk. We zeiden meteen van... Ja, ik vind het niet oké als jij alleen naar een club gaat. Sorry, ik vind dat gewoon niet kunnen in een relatie. Daar heb je niks te zoeken. Hij zei, vind ik ook bij jou. Maar dan ben je er over je eens. Dan gebeurt dat ook niet. Maar wat doen jullie door de week nou? Werken, school, OnlyFans. Wat doen jullie allemaal? Nee. Ik werk 40 uur per week. Nee, ook. Wat zeg jij? Wij werken allebei 40 uur per week. Ja? Ja. En wat doe je voor werk? Ik werk bij een callcenter gewoon. Oké. Ik ben account manager. Oké. En in de toekomst willen we nog meer programma's meedoen of zijn jullie daarvoor gevraagd of iets? Als we gevraagd worden dan jou hoor. Dan zouden we nog wel meedoen aan meer dingen. Ja. Jij? Ja, ik wel. Oké. Nou, mooi toch? Ja, dat is wel. Dus jullie hebben gewoon nu van een lekker rustig leven, Ginny. Ja, je hebt een huisje, brompje, beestje, gewoon lekker samenwerken, kom je thuis, eten is klaar. Eten is klaar, zeker. Ja. Ja. Even een serie kijken.
slapen. Maar weekend, normaal hebben we weekend rust. Ja. Doen we wel dat we, wij moeten allebei alles proppen in het weekend, omdat wij door de week gewoon werken. Ja, we moeten. Ja. Dus dat is een beetje, dan hebben we het wel echt druk, want je wil echt rust in het weekend, maar ja, het wel. En feesten doen jullie dat niet, weekends? Ja, normaal dus altijd. Ja. Alleen nu omdat wij zo druk zijn met die samenwerking. Je kan niet op zaterdag helemaal naar Amsterdam toe rijden, ben je al kapot. En dan in de avond nog uitgaan, terwijl je zondag weer in Rotterdam moet zijn ofzo. Ja, dat is zo. Dat is een beetje te veel van het gooien. Nee, dat is zo. Maar ja, af en toe gaan we wel nog een keer uit. En vaak hebben we ook samenwerking met clubs, dus dan is het ook, dan gaan we ook uit. En heb jij nog broers en zussen? Ja, ik heb alleen maar broers en ik heb een vader. Okay. Ik ben echt opgegroeid van alleen mijn mannen naar mij. Ah. En je moeder? Ja, ik heb wel een moeder. Ja? Maar ik heb geen contact met mijn moeder. Okay. Vanaf jongs af aan of wil je niet over hebben? Ja, vanaf eigenlijk vanaf 16. Okay. Niet meer. Nee, okay. Ja. Dus die zie je niet meer? Nee. Dat is wel minder. Ja. Heb je daar wat dingen van gemerkt in je leven, dat je dat mist of iets? Ja, zij heeft mij nooit kunnen erkennen als dochter, al vanaf kleins af aan niet. En bij mijn broers was dat wel heel goed. Ja. Dus ja, ik zelf heb gewoon jarenlang geprobeerd om dat contact wel te hebben. Ja. Maar dat is er nooit van gekomen. Hè? Ja. Dus ja, als kind zie je gewoon dat je moeder je ophaalt van school en zo. Dat heb jij dan niet. Nee, klopt. Dus dat is misschien wel, ja, daar heb ik wel heel veel last van gehad. Maar ik ben ook heel hard daardoor geworden. En mijn vader en mijn broers zijn heel hard. Ja. Die zeiden ook altijd van, ja, Chanta, je hebt toch geen last van, jij kan het wel aan. Maar ook daar zelf ook geen geloof eigenlijk. Ja. Dus ja, ik heb er nu geen last meer van. Een bikkel. Ja. Okay. En jij? Ik ben opgegroeid met beide ouders. Ja? Mijn opa die woonde bij ons altijd. Ja. En ik heb twee broertjes. Okay. Wel goed contact met je ouders? Ja, gewoon goed contact met mijn ouders. Mijn broertjes ook. Ja. En over 5 jaar, waar staan jullie? Met z'n tweeën. Ik heb wel wat leuke dingen lopen. Ja? Maar daar mag ik toch niet veel over zeggen, dus ik kan ook niet echt zeggen waar ik dan sta, denk ik. Maar ik heb wel echt hele leuke dingen waar ik op uitkijk. En daaruit komen echt heel veel grote dingen. Ja? Dus daar ben ik wel, ik denk dat ik daar ga staan. Nou, 5 jaar ga ik je weer interviewen, ja? Om 5 jaar is er nog steeds wel in deze wereld bekend persoon. Ja, ik kan er niet meer uitkomen na... Nee? Nee. Oké. Okay. En dat is met hem wat je... Nee, alleen. Alleen, oké. Okay. En wat ga jij, waar sta jij 5 jaar? 5 jaar, ja, ik denk dat ik achter de schermen sta dan. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja, voor nu ook zakelijke dingen regel ik dan veel. Ja, daar ben ik niet goed in. Oké. Okay. Ik zeg soms wel 2 tientjes wel ja, omdat ik het gewoon leuk vind. Ja. En hij is echt zakelijk. Hij zegt van, nee, Chantal, dan moet je dit en dat. We moeten er gewoon aan verdienen. Dat is niet allemaal... Maar niks komt er zon op. Nee, ja, gelijk, tuurlijk. Als ik ben zeggen, ik ga naar McDonald's, nou, neem mij maar mee. Ja, ik zeg, kan je een paar €100 voor vragen? Maar... Ja, snap ik. Dus dat vooral richt ik dan veel. Je hebt ook bij, hoe heet het, in de auto gezeten, toch? Bij Nick? Ja, bij Nick. Ja, toffe gozer, hè? Ja, heel lief. Ja. Hij heeft bij jou gezeten, toch? Ja, hij heeft ook hier gezeten, maar hij kwam ook een tattoo halen. Ja? Ja. Hij belt me elke dag dagelijks. Ja. Elke dag. Maar dan zit ik in zo'n groepsapp. Ja. En er zit er 10, 5 in of zo. Mm. En dan bellen ze op. Maar hij is nu ziek of zo. Ze last van zijn lymfeklier. Ja, klopt. Ja. Hij heeft ook last van ja. Ja, ook. Hele toffe gozer, ja. Ja, echt een schatje is dat. Ja. Hij maakt ook veel met Joe. Ja, ja. Wij appen best wel veel. Ja. Of bellen af en toe. Ja. Maar hij kent ook natuurlijk heel veel mensen die ik dan weer ken. Maar hij is gewoon... hij zegt wat hij denkt. Daar hou ik al van. Hij is geen heilig of zo. Nee, okay, klopt. Dat is heel mooi. Als hij iets vindt, dan zegt klopt. Hij dat gewoon. Klopt. En dat vind ik wel hard. Nee, dat is mooi. Maar ja, dat is zeg maar een bepaalde gedachte wat een heleboel influencers niet hebben, zeg maar. Die gedragen zich anders op een camera. Ja. En in realiteit zijn ze weer anders. Klopt. Ik ben ook gewoon zelf. Ik ben zoals ik nu ben, ook op de camera ben ik ook... Nee man. Dat is ook belangrijk, beter voor jezelf. Dat klopt. Als je altijd zo'n masker op hebt. Ja, ik had vorige week Iris, ken jullie ook toch? Ja.
Ja, ja, ja. Ja, dus ik zeg toch eerst komen we gaan voor de grap even hand elkaar verzamelen. Ja. Een fotootje maken, gaan we online gooien. Gaan we de social media gek maken. Omdat Mitch... Wat Mitch, ze zegt, nee, zo ben ik niet! Nee! Ik zeg, het is toch leuk voor ja, ik vind dat ook heel laag. Ik zeg, zij belt me echt elke dag. Elke dag met elkaar, we gaan er ook wel eens naartoe en zo. Maar zij moeten een horn, dus we moeten dat wel goed plannen. En dan belt ze me af voor advies. Ik zeg, Iris, je moet gewoon dit doen. Nee. Ik zeg, ik ben ook niet de vriendin. Ja, je moet gaan bellen voor zulke dingen, want ik ben gewoon, ik wil je gewoon terugpakken, toch? Nee. Ja, zij zegt ook, boek gewoon een hotelkamer, maak gewoon een foto in die hotelkamer. Ja, doe het gewoon. Ja. Maar zij is gewoon echt lief, zij heeft gewoon een goed karakter. Nee, klopt. Heel goed karakter. Ik heb, ze heeft echt een goed karakter, man. Ja. Zij moet echt een man hebben die haar gewoon alles van de wereld kan geven. Omdat ze dat gewoon echt oprecht, als ik één iemand mag opnoemen die dat echt verdient, is dat Iris. Die meent alles voor een jongen en die heeft gewoon haar eigen shit voor elkaar, een eigen salon die goed loopt en... Maar ja, was ook niet een leuke situatie wat er is gebeurd. Nee. Echt zielig. Echt zielig. We hebben echt allebei gejankt daarom. Zonderlijk. Had je meegekregen wat allemaal was gebeurd? Ja, ik heb het allemaal meegekregen, want die gozer die ex van haar, die appt mij ook dagelijks. Ja, wanneer kan ik bij jou in de auto, dit en dat. Mm. Maar ja, ik moet even kijken wanneer hoe of wat, want daar ben ik ook mee in gesprek. En of het eventueel door kan gaan enzovoort. Ja, dus moet ik even kijken. Maar ja, ik kan niet veel erover vertellen. Iedereen heeft een bepaalde mind. Mm. Wat ze wel niet doen. Maar ja, het is gewoon alleen niet leuk wat er is gebeurd. Ja, nee, ik spreek hem ook wel. En dan zeg ik ook van ja. Ja, het zijn jouw keuzes, weet je wel. Ik had het niet zo gedaan. Nee, klopt. Het is echt niet netjes. Dan, ja. Gewoon, je bent al zo ver met al bijna trouwen. Je bent al verloofd. En, Ja, we zijn gewoon in relatietherapie gegaan. En weet je wel, kom met je shit. Ja, je had ervoor kunnen vechten. Of al gewoon voordat je die kant op ging, dan maar uit elkaar gaan. Ja. Nou, we gaan even parkeren. Gewoon naar binnen. Yes. Jullie wouden een tattoo hebben, hè? Ja. Ja. Maar het is het enige tattoo wat jij hebt, of nog meer? Ik heb dit. Ja, ik heb hier ook nog verder. Ja? Open nog, hier nog twee op mijn zij. Jij? Ik heb deze laten zetten. Ja? Om mijn enkel en hier, vlinder. Oké. En wat gaan we nu zetten? Kijk, ik heb foto. Maar ik weet niet of dat kan. Ik weet niet wat hij allemaal kan. Ja, ik zag dat je nog één iets hadden getekend. Kijk, ik vind het heel mooi. Maar dan niet op de vinger bij hem, dat kan niet. Wat laat je zien? Waar wil je het zetten dan? Gewoon... hier? Ergens? Ja, kan wel. Ja, kan. Moet even binnen even kijken. Vind je niet mooi? Jawel. Jawel. Ieder soort ding. Nee, dat zeg je als je het niet mooi vindt. Nee, jawel. Als jij het mooi vindt, vind jij het mooi. King Queen, dat is toch leuk? Ja, klopt. Ja, is toch mooi? Maar meestal doen ze dat op de vinger. Ja, ik wil dat ook op de vinger, maar hij kan alleen vanwege werk. Nee, klopt. Maar op vinger gaat hij toch vervagen. Klopt, maar ik denk dat mijn vinger ook te klein is daarvoor. Ja. Dus ik denk en anders? Wat wil je anders? En anders, als deze niet kan. Ja, kijk, we hadden deze gezien, maar dit is denk ik te groot. Ja. Maar zo in deze. We zitten wel 7-8 uur hier. Ja. Het is een lang interview dan. En anders zag ik dit, maar ik weet niet. Ja, dat kan ook. Maar dat vind ik klein, simpel. Toch? Ja. Nou, zullen we naar binnen en dan kunnen we even samen bespreken wat jullie willen, ja? Ja. Nou, Shanta en Joël, ga jij zitten? Een Q? Ja? Met een haartje van Queen. Oké. Okay. In het rood of zwart? Rood. Ah, hij mooi. Gaat in het zwart King zetten. Nou, even kijken. Die van hem staat er al op, hè? Van mij is al klaar. Hey. Oeh, wat dat is mooi. Het staat echt bij jouw tattoos. Staat goed, hè? Ja. Tevreden, jongen? Helemaal tevreden, zeker. Ja. Het staat echt wel bij jouw tattoos. Oh, dat heb ik niet gewacht. Ja, dat is mooi. Ja, mooi is ja toch? Ja. Mooi strak, ja. En hoe bevalt het jullie tot nu toe bij ons? Oh. Oh. Mij beviel het wel goed. Ja? Oh, zij moet bevallen? Zij mij beviel dat, ja. Ik hoor je iets meer bij doen. En het is ook wel een hele plekje daar. Een beetje half op je bot. Doet pijn? Ja. Ja, je mag wel schreeuwen hoor. Oh, ik ga dood.
Nee. God staan mee. Nee. Ja, je bent al op een kwart. Ja. Nou, die Fajant was ook nu klaar. Ja. Zet het alleen nog een klein folie eromheen. Is ook mooi. Die van mij daarnaast. Nou, tevreden, ja. Lieve mensen? Ja, helemaal tevreden. Mooi. Nou, als jullie blij zijn, zijn jullie blij? Zijn we allemaal blij. Mooi. Blij. Doei doeg! Shanta en Joel hebben in de auto gezeten. Ze zijn helemaal uit Enschede hier nu gekomen. Voor mij in Almere. We hebben een stukje rondgereden. En toen zijn we naar de zaak geweest. En ze hebben een tattoo van mij gehad. En ja, het was heel gezellig. En ik zou zeggen, ja, abonneer even op dit kanaal. En plaats ook even hieronder wie ik nog meer moet interviewen en een tattoo moet geven. En dan zie ik jullie allemaal wel weer. Yes, doei doeg!